maandag. En we leven op 4 mei, dodenherdenking. Ik heb de vlag ook half toch hangen. Ik vind tegen die vrouw. Gewoon doorrijden, rij hem maar dood. Wat? Moet hij niet tegen mij zeggen? Ik was de duivels. Het is dat hun op de brommer zaten, anders had ik omgedraaid en ik had hem zo in zijn nekvel gepakt en eraf gesleurd, want hij moet dat niet wagen. Ja, hallo lieve vrienden, daar zijn we weer. Het is vandaag maandag. En we leven op 4 mei, dodenherdenking. Ik heb de vlag ook half toch hangen. En we leven om 13:50. Ja, dat Rebecca is niet geweest. Die appte vanochtend af. Die lag ook nog op bed. Ja. Net als ik, ook hoofdpijn. Ik hoor ook heel veel klagen mensen die last van hoofdpijn hebben. Voor de rest zijn ze niet ziek, maar hoofdpijn, hoofdpijn en nog eens hoofdpijn. Dus ik ben al lang blij dat ik niet meer de enigste ben, nee. Er wordt gezegd, ja, het zal door het weer komen, weet je. Maar het is prachtig mooi weer, waarvoor moet je hoofdpijn krijgen? Ik weet niet wat het is hoor, maar in ieder geval het... De vuilnisman, dat werd even gezwaaid. Nou ja, moet je even terugzwaaien. Ja toch? Ja. Maar in ieder geval, waarom iedereen in één hoofdpijn heb, ik weet het niet. Maar ja, ik loop er al vanaf. Even zien, ten eerste heb ik een migrainepatiënt. Nou, dat krijg je bij je geboorte mee. Ten tweede, dat mijn moeder kwam te overlijden die dag. Dat ik het kreeg te horen van mijn man. Toen kreeg ik dan de P hoofdpijn. Die hoofdpijn blijf ik behouden, dat is chronische hoofdpijn. En enkel ja, de ene keer kan ik mee dealen, dan valt het mee. De andere keer is het heel heftig en dan ben ik niet te pruimen die dag. En soms is het maar een halve dag en dat is heel vaak eigenlijk, iedere dag is het een halve dag. Daarom ben ik ook altijd laat uit mijn bedje. Maar maakt niet uit. Ik laat wel rijken uit de tuin in. En ik laat kandels naar buiten gaan, et cetera. Ik heb de vlag vanochtend vroeg al opgehangen. Dus ja, daarna ben ik gewoon weer naar bed gegaan. Ik doe, kijk het maar even. Eerst zien dat die hoofdpijn kan zakken. Ja toch? Ja, je moet wel aan jezelf blijven denken. Dus, maar oké, ik ga rijken lekker uitlaten. En ik neem de camera mee. Kijk of er meer dat meerkoetje weer op de nest zit. Eventjes kijken, eventjes gluren beide. En dan zullen we het verder wel weer beleven vandaag wat de dag ons brengen gaat. Ik weet het niet. Ik denk zomaar dat ik even de onkruidbrander erbij pak. Ik weet het nog niet zeker. Maar dat zien we dan wel weer. Ik zou zeggen tot zometeen. En we spreken elkaar gewoon weer. Ja toch? Ja. Nou, tot dan. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer. Ik ben net binnen. Ik ben weer net thuis met Rijken en met Kandel. Want ja, die liep weer gewoon gezellig mee. Ik heb niet gevlogd van dat meerkoetje. Heb ik niet eens niet aan gedacht. De reden daarvan is dat ik heel, heel, heel erg boos werd op iemand. Er kwam een brommetje aangereden. Van de andere kant, tegenovergestelde richting. Met een vrouw en een man erop. En de vrouw reed. Maar ik liep aan de grachtkant met Rijka. Maar Kandalfie liep aan de andere kant langs de auto's. En onder de auto's en dan weer eens op straat. Dus ja, daar moet ik ook op letten dat dat goed gaat. En 9 van de 10 die denken erom. Maar wat zegt die vent tegen die vrouw? Gewoon doorrijden, rij maar dood! Wat? Moet hij niet tegen mij zeggen? Ik was de duivels. Het is dat hun op de brommer zaten, anders had ik omgedraaid en ik had hem zo in zijn nekvel gepakt en eraf gesleurd, want hij moet dat niet wagen. Ik ben blij dat mijn beestje er nog is, want hij zegt tegen die vrouw van rij me dood. Ja kom zeg, ik zal hem doodrijden.
Ach, wat idioot. Zeker een hekel aan dieren of zo. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik ben daar dus duivels om. Ja, sorry daarvoor, maar ik moet even weer afwenden, ja. Ik heb drie dingen ervan. Kwaad worden, een tijdje blijven en dan moet ik me weer afwenden. Maar ik ben kwaad. Jammer dat ik niet weet waar die vent woont. Want ik had zo naar de deur toe gegaan. Van zo, is het dan nog eens een keer wat je achter op die brommer zei? Oh, des duivels. Maar ja, helaas weet ik het niet. Want ik had er echt naartoe gegaan. Kom zeg. Is hij nou normaal als hij dat zo... Als hij dat inderdaad bij alle katten doet, weet ik wel waarom er nou een hoop komen te overlijden hier ook. Want er zijn er alweer drie dood. Dus ik ben blij dat hij er nog is. En ik kan hem ook niet binnen blijven, weet je. En ze worden vergiftigd of ik weet het niet. Maar eentje weten we het wel, die is vergiftigd. Dus er is gewoon vergif in een plakje leverworst of wat dan ook gedaan en dat eten ze dan wel op. Ja, en dan legt die katje wijven. Nou, kom op zeg. Gebruik je verstand, je maakt allemaal dieren om het leven. En je maakt een ander verdrietig. En jij lacht. Goh, wat een held ben je om een dier dood te knuppelen of te vergiftigen of weet ik veel wat. Omdat jij niet van dieren houdt. Maar er zijn genoeg mensen die er wel van houden. Dan ga je maar op een hutje in de heide wonen, ja toch? Oh ja, er zijn ook dieren. Konijnen. Nou, konijnen genoeg. Maar ook dat vind ik erg. Dory, blijf met je poten van andermans dieren af. Simpel. Ik kan daar zo giftig en zo kwaad om worden. Oh, daar ben ik niet met jou hoor. Sta ik voor mezelf niet in. Dan kan ik misschien zwak lijken, maar ik ben het niet. Nee, ik mag dan wat markeren. Maar dat zijn mijn rug en mijn benen. Maar niet die hoor. Nee, ik weet wat ik doen moet. Ik ben niet van gisteren hoor, echt niet. Maar oké, okay, ja, ik zei wel dat ik de tuin wou doen, maar ik moet ook nog boodschappen doen. Ja, en dat gaat voor. En we krijgen meerdere mooie dagen, het wordt prachtig mooi weer. Moet er een overgeven. Mag ik er even door? Oh jee, mijn meisje toch. Ach, kind. Niet opruimen, hè. Niet doen. Dat is baat. Ja, doe maar. Loop maar rondjes. Meisje toch. Ach, meisje toch. Hé? Kindje toch. Och, gosje. Nou, dat is één. Nog meer, kind. Nou, meisje toch. Hé, wat zo dikkie dan. Hé, ik moet de stoel even hebben. Ja. Hé, wat zo dikkie. Wat zo dikkie. Nee, niet opruimen. Dat is baat. Hé, meisje toch. Niet doen. Dat is ba. Ja. Hé, meisje toch. Wat een dikkie. Hé, niet doen. Is een ba. Zo, grote meid. Dan moet daar weer naartoe. En dan haal ik het zo op. En zo weg in de vuilnisbak. Ja. Nou, meisje toch. Wat dikkie. Ja. Zo. Opgeruimd staat netjes. Hé? Opgeruimd staat netjes. Ja. Hé? Kind toch. Ja, kind toch. Wat dikkie. En dat was onze Rijka dus weer. Ja. Die, nou dat was schaal hoor, gewoon schuim. Hé, ja nou. Oh, ik moet op drie plekken, ja. Zo dan. Handjes wassen. Ja, kijk of in mijn pleister vervecht, denk ik.
Dat meisje. Zo. Zo. Ook gedaan. Handdoek. Zo, hé meisje toch. Hoe goed. Kunnen we zielig kijken? Oh. Ze kijkt zo zielig. Oh. Hé, moet je zielig kijken. Hé, moet je zielig kijken. Oh. Nou, gaat wel hoor. Hé, blijf toch. Hé, ja. Nou, komt ook wel weer goed, zeg ik dan maar weer. Maar oké, lieve vrienden. Oh jee. Waar was ik gebleven dat ik boos was, ja. Nou ja, komt allemaal wel weer goed met het hopie-dopie daar. Hé, ja. Ik had het al verwacht, want ze was al aan het gras eten. Ja, en als een dier gras eet, hebben ze wat last van de maag. Ja, dan moeten ze overgeven, ja. Nou. Het resultaat was er enkel, kwam enkel mijn schuim uit, dus ja. Komt wel weer goed, straks zit ze weer te smekkelen en te smullen. Hé, meisje. Ja. Nee, ik moest boodschappen doen, dat gaat dus voor. En ja, ik zie wel wat ik vandaag verder kan gaan doen. In ieder geval, ik zou naar de Vomar. Dus ja, dat moet ik straks eerst doen. Eerst naar de Vomar. En dan zullen we het beleven. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet, want het is prachtig mooi weer. Blijf lekker in je tuintje of op je balkonnetje. En als je er zonder hebt, doe je het onder een parasolletje. En je leest een boek of muziekje erbij. En een glaasje thee of een kop koffie. Of weet ik veel wat je maar net lust. En dan kun je ook heerlijk genieten. Dus zeggen, tot straks. Doei! Oh ja. Hé? Oh ja. Ze is zo blij, hè? Ja. Vrouwtje weer thuis, hè, van de boodschappen. Ja. Kijk daar eens. Zeg maar dag allemaal. Moppendoos. Ben je mopperdoos? Hé? Oh, goeie toch. Hé, ja, nou, ik ben dus in thuis. En die was dus door een dolle heen. Ze dacht, ik ben niet een jaar weg geweest, hoor. Nee. Hè? Even ruiken overal aan. Maar je gaat weer op de grond, tante Pollewop. Kom maar, 1, 2. Ja, boodschappen gedaan. En ik ruik ernaar, want ik heb lekker geprobeerd. Met een proefflesje. Kennen jullie die ook? Ja. En Mirjam, misschien dat jij het weet. Ja, wie weet. Je weet wel, hè? Ik zou het graag van jullie willen weten. Ja. Dus, kom maar op. Ik vind hem lekker. Ik vind hem lekker. Ja, ik had eerst een andere geur, die vond ik niet lekker. En deze wel. Gewoon ook bij de supermarkt. En dan was het niet eens niet duur. Dus, ja, klaar toch? En ik heb een grote net met siepels. Grotere siepels dan ik altijd bij de deka had. Dus ja, en ja, ik heb geen corona en toch heb ik corona. Ik heb er weer even eentje gehaald. Was wel lekker. Ja, toch? Ik vind deze bier lekkerder dan een normale bier, zoals Heineken of wat dan ook. Vind ik deze lekkerder. Ja, en 35,5% alcohol, geloof ik. Ja, nee, niet waar. Dat is de inhoud, geloof ik. 4,5% vol alcohol. Ja, nou, lekker toch? Ja, daar ga ik lekker van genieten. Ik bedoel, ik ben toch alleen en in mijn eigen huisje. Nou, wie doet me wat? Straks, ja. Dat ga ik doen straks als ik de computer aan heb. Tenminste, er is ook een film bezig. Ga ik eerst afkijken, dan gaat de computer aan. En dan ga ik lekker genieten met een bak koffie en een biertje. Hoe vinden jullie dat? Top toch? Ja, en
eerste tas al draaien we net de boodschappen. Ja, en ik heb wat op de tafel leggen, moet ik even nog opruimen. Maar dat komt allemaal goed. En ik zou zeggen, die tuin die komt wel, die loopt niet weg. Morgen nog een dag. Ja, toch? En vanavond dodenherdenking met thuisblijven. Nou, dat deed ik meestal toch wel. Even vorig jaar ben ik met Christy toen heen geweest. Nou, die is verhuisd naar Julianendorp. Maar daar weet ik niks van hoe en wat. Maar we zouden het blijven doen, maar er is niks meer van gekomen. Nou ja, nou mag het niet. En ik hoop dat het andere jaar weer wel mag. En dan ga ik wel weer even heen om een bloemetje daar te leggen. Ja, we hebben hier ook verschillende punten waar dat kan. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. Doe ik ook. En ja, ik voel me lekker momenteel. Ja. Enkel, ik was eerst boos bij de foonbar, want als je binnenkomt, het is daar ruim zat. Ja, ruim zat. Maar wat denk je? Die klanten die eruit gingen, die hielden geen rekening met die anderhalve meter. Nou, ik werd me toch een beetje boos. En er loopt nog een man zomaar naar binnen, zonder een karretje. Nou, die jongen die die karretjes in de gaten moest houden, die riep al, maar die werd niet gehoord. En toen riep ik, maar niet. Ik zeg, moet ik een karretje meenemen? Die man die zat ook met zijn gedachten heel erg anders dan waar die wezen moest. Dus die liep zo gewoon door. Zonder, ja. Hij wist het wel, hij zei ook sorry. Dus ja, dat kan weer gebeuren. Dat is alweer, ja, dat kan gebeuren. Dat je met je gedachten even ergens anders bent en dan gewoon, ja, blindelings doorloopt. Zoals normaal. Je moet maar één dingetje bij wijze van spreken hebben. Dan heb je geen karretje nodig. Normaal gesproken kan dat. Maar nou mag dat niet. Nee. Maar ja, oké. Maakt niet uit. Hij heeft het karretje gepakt. En ja, hij is in de winkel weer gegaan. Dus komt goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. Ga ik ook doen. Ik zeg tot later. Doei, doei.